Het aantal COVID-19-besmettingen vertoont geen dalende trend. Er is zelfs sprake van community spreading. Het is daarom dat de regering gisteren de maatregelen heeft aangescherpt. De scholen blijven vooralsnog gesloten, maar één persoon van het gezin mag naar de winkel om boodschappen te doen. En een totale lockdown is niet uitgesloten. Is vaccineren de oplossing? We spreken dit en nog meer in deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Welkom bij Onder de Loep, het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de COVID-19-situatie en de aanpak daarvan. Onze gastcolumnist vandaag is Jeffrey Kwatjee. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. Aan mijn tafel vandaag de KNO-arts, Dr. Jimmy Bean. En de bedoeling was dat de minister van Volksgezondheid, de heer Amar Ramadien, ook deel zou uitmaken van dit gesprek. Maar u heeft het inmiddels begrepen. Een deel van de regering is positief besmet, waaronder de president. En de minister is een van de ministers die in quarantaine zit. Als het goed is, willen we even inbellen met de minister om te kijken hoe hij het maakt. En minister, goedemorgen. Dus we zijn bezig met het programma en uw stoel hier aan tafel is leeg. Hoe gaat het met u? Het gaat hoor. Het gaat met mij. En waarom bent u in quarantaine geplaatst? Nou, we hebben sowieso gezien dat de president van de Republiek Suriname, de heer Santokki, gisteren positief getest is. En wij uiteraard in contact zijn geweest. Met de hele regeringsraad. Dus het voorzorg en op advies van het medisch team zijn we op althans deze dagen werken, proberen van huis uit te werken. En uiteraard is er een plan van testen, maar het hangt ook een beetje af van de incubatieperiode, dus we moeten niet testen. Dus als we hebben allemaal een schema en een, zodra wij aan de beurt zijn, gaan we testen. En als het negatief mag blijken, dan kunnen we weer eruit. Okay. Is het wel een domper nadat u heeft aangegeven zaterdag dat de maatregelen waarschijnlijk verscherpt zullen worden, omdat eigenlijk een groot deel van de bevolking eigenlijk de maatregelen niet in acht neemt? Nou, het is een combinatie hoor. Het is een, wat ik had ook al gezegd, het is een community transmission. Dus je kan uiteraard, is een ieder suspect. En er kan op een gegeven moment iets misgaan waarbij je besmet raakt. Maar het kan ook zo zijn dat uit voorzorg het ook goed is om preventieve maatregelen te nemen. Zodat je zelf ook geen risico loopt en ook geen anderen wilt besmetten zomaar. Maar uiteraard met de moderne technologie proberen we dan zoveel mogelijk ons werk te doen. Wij zijn een essentiële groep in het land. We zijn in de leiding van het land, dus we moeten werken. En helaas is het natuurlijk niet leuk om thuis te zitten en te werken, maar we moeten dealen met de situatie zoals die is. Het is ook lastig voor de president, uiteraard. En bij deze plaats wens ik hem uiteraard ook heel veel beterschap. Ja. Namens ons hier bij Onder de Loep ook beterschap voor u en de president en de rest van het regeringsteam. Ja. Maar minister? Ja. Praten we deze week over een totale lockdown of is dat niet meer ter sprake? Ik heb het de zaterdag aangehaald, afgelopen zaterdag, dat wij alles voorbereiden en op alles voorbereid moeten zijn. Vanuit de regering wordt er serieus gekeken naar een lockdown, omdat uit de laatste analyses van onze cijfers, maar ook de feitelijke situatie in de ziekenhuizen en in onze isolatiefaciliteiten, is het meer dan noodzakelijk dat we ergens stringenter moeten gaan interveneren in onze maatregelen. Mede ook in acht nemen dat we niet willen hebben dat de zorg in gevaar komt of gaat in donderen. Maar het ligt inderdaad in de bedoeling dat we op korte termijn
de mogelijkheid bekijken om een lockdown toe te passen. Het is in het recente verleden in Suriname gebleken dat de weekend lockdowns een weinig invloed hebben gehad op de R. En ook daardoor de rust en de ruimte werd gecreëerd voor de zorg, voor het zorgsysteem om zichzelf te herstellen. We hebben gisteren bijvoorbeeld gemerkt dat het aantal personen wel van ontslagen is. Veel meer is dan het aantal positieve, dus die trend zullen we hebben. En als we die trend hebben dat er meer personen van ontslagen zijn dan positief getest worden, dan komen we eigenlijk op een stukje verlichting in de zorg. Maar de zorg heeft meer ondersteuning nodig. En de samenleving, de overheid heeft maatregelen getroffen, maar de samenleving komt nog niet helemaal in als ondersteuning naar de zorg toe. En wij denken dat met een centrale aanpak vanuit een lockdown, in ieder geval de beweging in de samenleving tot stilstand worden gebracht. Okay. Daardoor ook de transmissie van het virus tot stilstand wordt gebracht. Okay. Dat is een simpele overweging. Oké. Dank u wel, minister. We hopen dat we u spoedig, dat u niet positief blijkt en dat we u spoedig kunnen verwelkomen in de studio. Uiteraard. Zodra dat weer veilig is, dan zijn we weer fysiek aanwezig. Dank u wel. En een fijne dag verder. Succes. Ja hoor, dank u. Ja. En dokter Bien, dan kunnen we voortgaan met het gesprek. En de minister maakt zich zorgen over de toename van het aantal gevallen. Hoe ervaart u dat? U heeft ook polio in 2 ziekenhuizen. Die zorgen zijn terecht. Dat is niet alleen in Suriname zo, dat is wereldwijd zo. En als u ziet hoeveel slachtoffers er vallen, en met slachtoffers bedoel ik niet alleen doden, maar ook mensen die gewoon ziek of ernstig ziek worden door COVID. Als je ziet de druk op de ziekenhuizen, als je ziet eigenlijk hoe het zorgpersoneel in feite moet rennen om de zaak een beetje rond te krijgen en dat je ook uitval hebt onder het zorgpersoneel, ja, dan is dat natuurlijk niet een zaak die leuk is. Het is niet een zaak die je graag wil. Dus die zorgen zijn terecht en daarom begrijp ik ook de maatregelen die genomen zijn. Het is trouwens bewezen door worldwide dat wanneer er strenge maatregelen genomen worden, ja, zoals een lockdown bijvoorbeeld, dat het aantal besmettingen omlaag gaat. Total lockdown. Maar dus wat dat betreft hoeven daar geen twijfel over te bestaan. Naast natuurlijk de al bestaande maatregelen. Mondkapjes, er zijn nog altijd mensen die twijfelen over het nut van mondkapjes. Nou, er is een grote meta-analyse geweest van 170 studies over de nut of onzin van mondkapjes. Ik kan u zeggen, het heeft zin. Het dragen van een mondkapje heeft zeker zin. Okay. Zal het vaccin onze enige redding zijn? Nou, het vaccin zal niet de enige redding zijn. Daarnaast is het zo dat alle maatregelen van distancing, handen wassen, mondkapje, dat is eigenlijk een totaal pakket. Maar we zien dat met deze maatregelen we toch niet van het coronagebeuren afkomen. Het vaccin, daar is veel hoop op gevestigd. Maar dat zal uiteindelijk moeten bewerkstelligen, hopen we. Dat op enig ogenblik zoveel mensen in de samenleving immuun zijn geworden, ja, voor het virus door toediening van het vaccin. Dat community spreading daardoor eigenlijk wordt tegengegaan en dat je veel minder mensen krijgt die ziek worden of sterven, ja, als gevolg van corona, COVID-19. Oké, okay. We hebben ook een gastcolumnist, zoals eerder aangegeven, geven we de vloer aan Jeffrey Kwatje. Ook van mijn kant goedenavond. Te midden van deze tweede COVID-piek moet de regering haar crisis- en herstelplan uitvoeren. Geen eenvoudige opgave. Allereerst moet deze coronagolf onder controle gekregen worden. Dan is weer de vraag hoe we de economie zullen opstarten. Het vaccin wordt als grote redding gezien, maar ook daar moet eerst kijken, dat moeten we ook eerst monitoren, dat we de infectiegraad werkelijk onder de 10% krijgen voor we weer alles openstellen. Om maar niet te beginnen over de angsten die over het vaccin leven onder de samenleving. Daarom is het goed dat de heer Bien vanavond hier is. Over angsten gesproken, de IMF tak paypot me. Dan pres krijgt ook nog COVID. Dan ontdekt men ook nog varianten die vermoedelijk besmettelijker zijn. Tja, je wordt er niet vrolijk van al dit nieuws. Integendeel,
Onze gedachten baden in angst en paniek als we niet oppassen. Werk en bestaanszekerheid doen daar ook nog een schepje bovenop. Bedrijven die al sinds maart vorig jaar gesloten zijn of op een heel laag pitje draaien. De hosselaars die geen vast inkomen hebben, mogen ook niet uit beeld blijven. De beperking van sociaal contact wordt ook door velen als de grootste last ervaren die deze hele pandemie met zich heeft meegebracht. Vroeger had je nog een leuke ontspanning om van de dagelijkse beslommeringen bij te komen. Maar nu is alles wat de klok slaat, avondklok, samenscholing niet groter dan puntjes, puntjes, dit en dat verboden, al 10 maanden lang. Hoe lang nog? Hoe verder? Hoe komen we hier bovenop? Wat wordt het nieuwe normaal, zoals het wordt genoemd? Who knows? Maar terwijl we met z'n allen hunkeren naar een COVID-vrije wereld, de heimwee naar pre-COVID-tijden, is meer dan ooit duidelijk geworden dat niets en dan ook niets een gegeven is. Dankjewel, Jeffrey. En ja, hij zegt, eindigt met niets is een gegeven. Dat is waar, daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen. Maar geef dat hoop. Want hij heeft eigenlijk verwoord wat er eigenlijk omgaat in de samenleving. Ja, er is wel hoop. Omdat we natuurlijk met eerdere vaccinaties gezien hebben dat het werkt. Ik bedoel, tegenwoordig komt er bijna in de westerse wereld bijna geen bof, mazelen, kinkhoest meer voor. Dus de vaccinatieprogramma's die door de loop der jaren uitgevoerd zijn, die hebben gewerkt. Dus de verwachting is dat de nieuwe vaccins die we nu hebben, dat die ook zullen werken. En het is niet alleen maar een verwachting van hoop, maar het is ook een verwachting die gebaseerd is op kennis en cijfers. Want de vaccins die we nu hebben, dat zijn moderne vaccins. Hè, met name de vaccins van Pfizer en Moderna. Dat zijn RNA-vaccins. Waarvan is gebleken bij groot onderzoek, fase 3 studies, dat ze toch een behoorlijke effectiviteit hebben. Onder effectiviteit versta ik dat in de populatie mensen die getest zijn, die dus dat vaccin gekregen hebben, dat blijkt in het geval van Moderna en Pfizer, dat 90 tot 95% van deze mensen toch een vrij behoorlijke afweerreactie heeft ontwikkeld op het coronavirus. En dat is bemoedigend, want dit is eigenlijk nog nooit zo goed geweest met vorige vaccins. Vroeger waren we al blij als een vaccin 60-70% effectiviteit had. Ja, maar dat is het precies, hè. Mensen, vroeger werd je gevaccineerd. Het was verplicht. Gele koorts, alle andere, voor je naar school ging, moest je worden gevaccineerd. Je stond er niet bij stil. En misschien vroeg niemand zich ook af wat vaccineren is. Misschien kunt u het misschien heel eenvoudig uitleggen. Wat vaccineren is? Ik zal proberen het eenvoudig uit te leggen. Vaccineren, daarbij bereid je het lichaam en ons immuunsysteem voor op een mogelijke infectie van een micro-organisme. Een virus, een bacterie, you name it. Dat doe je door te vaccineren met een vaccin. In het vaccin, daarin zitten er bestanddelen van het virus of de bacterie dat je wil gaan bestrijden. En die zijn zorgvuldig gekozen. Het zijn namelijk bestanddelen waarvan uit onderzoek blijkt dat die in ons systeem een behoorlijke afweerreactie kunnen oproepen. Ja? Dus door het vaccin te geven, je geeft niet het virus, het is eigenlijk maar een heel klein deel van het virus. In dit geval dat SARS-CoV-2 virus, is echt een minuscuul klein deel. Door dat vaccin te geven, gaat ons immuunsysteem, onze afweer, gaat 2 reacties vertonen. De ene reactie is dat er antilichamen aangemaakt gaan worden. Wat zijn dat? Antilichamen zijn eigenlijk eiwitten in ons bloed, de soldaten in ons bloed, die continu bezig zijn af te tasten of er vreemde binnendringers zijn. Ja, ja, ja. Ja? Dus die circuleren door het hele lichaam heen. En du moment dat zij een virus of een bacterie in het bloed zien of in het lichaam, dat ze herkennen als vreemd, waarop ze geprogrammeerd zijn, dan is het klaar. Dan pakken ze het. En het programmeren maakt mensen
soms zo bang dat er ja, eigenschappen van die bacterie in het vaccin zitten. Mensen, ik hoor ook verhalen van het gaat je DNA overnemen. Is het een beetje vergezocht? Moeten mensen bang daarvoor zijn? Nee, het is vergezocht. Om twee redenen is het vergezocht. Ik wil niet bagatelliseren de angst. Maar twee redenen is het vergezocht. De eerste reden is dat de twee vaccins op dit moment, die dus op genetische basis geschoeid zijn, dat zijn de vaccins van Pfizer en Moderna. Ja? Daarbij heeft men eigenlijk van het genetisch materiaal van het SARS-CoV-2-virus, dat dus COVID-19 veroorzaakt, een klein stukje daarvan heeft men genomen. En dat heeft men gebruikt in het vaccin om die afweer op gang te krijgen. Okay. Maar er zijn nog andersoortige vaccins. Mag ik het eerste plaatje van u hebben? Dan zijn er andersoortige vaccins die niet op die lijst geschoeid zijn. Dat zijn vaccins die, waarbij in feite een onschuldig virus ja, uitgerust is met delen van het virus dat je wil onderzoeken, dus het SARS-CoV-2-virus. Dat wordt, laten we zeggen, ingebracht. En op basis daarvan krijg je een afweerreactie. Ja. Dus, en als ik zeg geprogrammeerd, want daar wilde ik even op terugkomen, dan bedoel ik dat ons immuunsysteem zelf die eiwitten geprogrammeerd heeft. Het is niet van buitenaf geprogrammeerd. Okay. We hebben alleen een prikkel toegediend waardoor ons immuunsysteem een reactie geeft. Dus de programmering is in ons immuunsysteem, dat is al sinds de mens bestaat, is dat onze zo? Onze eigen computer. Het is onze eigen computer. Laat dat wel duidelijk zijn. Okay. Dus ik denk dat de angst niet helemaal gegrond is. Ik was begonnen om te zeggen dat er dus verschillende soorten vaccins zijn. Dus je hebt die genetische vaccins, je hebt een vaccin waarbij er een verzwakt virus werd ingespoten. Dat waren eigenlijk de wat oudere vaccins die vroeger gebruikt werden. Het wordt nu nog steeds gebruikt. Er zijn nog steeds op dit moment op de markt vaccins die daarop gebaseerd zijn. Nee. Dat er een verzwakt SARS-CoV-2-virus is in feite wordt geïnjecteerd. Maar dan heb je ook vaccins waarbij een onschuldig virus in dit geval uitgerust is met spike-antigenen, ik zal het zo direct laten zien, van het coronavirus. In het geval van AstraZeneca, dat is een vaccin dat veel gebruikt zal gaan worden, is het eigenlijk een virus dat bij chimpansees voorkomt, niet eens bij mensen, volledig onschuldig is voor mensen. Ja? Ze doen niks, je kan er niet door besmet raken, maar die zijn wel in het lab geprogrammeerd met de spike, en althans, laten we zeggen, uitgerust met de spike-antigenen. Dat is dat spike-antigenen. Dat zal ik zo laten zien op het volgende plaatje. Okay. De spike-antigenen van het coronavirus, waardoor er in feite een afweerreactie ontstaat. Mag ik het volgende plaatje? Op het volgende plaatje is te zien, kijk, dit is het coronavirus, het SARS-CoV-2-virus, zoals het eruit ziet. Ja. En dan zie je die rode bolletjes op het oppervlak, dat zijn de spikes. Ja. Zo'n coronavirus, dit coronavirus, heeft 90 van die spikes. En u ziet, ze zitten in clusters van 3 gekruld om elkaar heen. Dat kan je zien, hè? Ja. Nou, dit zijn eigenlijk de meest kenmerkende delen, voor zover bekend op dit moment, voor ons immuunsysteem. Ja. Om te herkennen, om daar een afweerreactie op te maken. Dus waar ik het over had, is dat minuscule delen van deze spikes, die een heftige reactie in ons lichaam opwekken, die worden gebruikt om de vaccins te maken. Okay. En het blijkt dus goed te werken. Oké, we zijn ook de straat op gegaan en we hebben de meningen van de burgers gevraagd. Ik ben niet bereid op deze vraag, maar ik kan u één ding meegeven. Wie was er eerst, mevrouw, de kip of de ei? Dat is de juiste vraag, mevrouw. Want als u COVID hebt, waar heb je het vandaan? En als ik het heb, waar heb ik het vandaan? En ik ben niet met geef, waar heeft dit vandaan? Dus ik kan u eerlijk zeggen, de vaccinatie, Greenish Paper, heb uitgelegd, ze zijn bezig, ja, populair of berucht, mag ik populair zijn. Of ik de regering ga ondersteunen met die vaccinatie, was dat de vraag? Nee, gaat u die vaccinatie nemen? Mevrouw, ik ben al 72-plusser. Ik heb het niet nodig. Ik leef nu op 2 jaren winst. Oké, dankjewel. En u meneer, gaat u het vaccin nemen? Ik weet niet eens hoe die vaccin werkt.
Ik ga geen vaccinatie nemen die ik niet ken. Echt niet. Gaat u het COVID-vaccin nemen? Nee. Waarom niet? Het is van bloed gemaakt, zeggen ze. En ik neem het niet in. Gaat u het COVID-vaccin nemen? Nou, ik kijk wel. U heeft nog geen besluit genomen? Nog niet. Wat denkt u erover? Jawel, een keertje komt het wel. Goed. We doen wel. Is goed, dankjewel. Ja, heb een fijne dag. Ja, zelf. Gaat u het COVID-vaccin nemen? Ik heb nog geen beslissing genomen. Wat denkt u erover? Ik heb het betwijfels nog erover. Ik twijfel nog een beetje. Maar waarom twijfelt u? Je hoort zoveel dingen. Dus ik twijfel een beetje. Goeiedag mevrouw. Bent u bekend met het COVID-vaccin? Nee. Erover, maar ik weet niet wat het allemaal inhoudt of hoe echt wat. Wat vindt u ervan dat er nu een COVID-vaccin is? Zo, ik deel niet ermee hoor. Ik ga niet akkoord, want ik hoor een heleboel dingen dat ze ons willen. Dus alleen om ons in controle te houden, dat als je die COVID-vaccin krijgt, dat je een chip in je lichaam krijgt, al dat soort dingen. Zo. Dus ik ben niet echt gaan onderzoeken wat het allemaal is. Dus... Waarom gaat u dat innemen? Nee, ik moet eerst weten hoe en wat, hoe het werkt en wat het allemaal is dan pas. Dank u wel. Ik heb een vraagje voor u. U heeft vernomen dat er een COVID-vaccin komt. Hoe denkt u erover? Nou, eerlijk gezegd heb ik me niet zo verdiept in dat van COVID-vaccin. Dus ik vind het wel belangrijk dat een mens gevaccineerd wordt, maar... Het is wel belangrijk dat het eens wordt nagegaan wat de effecten zijn van die vaccinatie. Want als je leest, dan hoor je dat mensen overleden daaraan, bejaarden overleden daaraan. Dus het is wel belangrijk dat er eens wordt nagegaan wat de effecten zijn. En gaat u het vaccin nemen? Nou, dat is iets waarover ik nog moet nadenken. En ik moet nog onderzoek doen wat de gevolgen zijn van het vaccin voor de gezondheid. Dus... Oké, is goed. Dankjewel. Okay, graag gedaan. Ja hoor. Jazeker. Waarom gaat u het nemen? Nou, als dat tegen COVID gefabriceerd is, dan moet je het nemen toch? Is goed, dankjewel. Fijne dag voor u. Okay. Vraag je. Ja. Gaat u het COVID-vaccin nemen? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Omdat het niet in de Bijbel staat. Okay. Jawel. Is goed, dankjewel. Fijne dag verder voor jullie. Ja. Oké, en behalve dat onwetendheid, dat mensen sceptisch zijn, bang zijn, horen we ook de laatste geïnterviewde, die om religieuze reden zegt gewoon, het staat niet in de Bijbel. En ja, er zijn allerlei redenen. We zijn begonnen om aan te geven wat eigenlijk vaccineren is. En vroeger hebben we het allemaal gewoon gedaan. Waarom denkt u dat die ommezwaai is gekomen? Ja, we leven in een hele andere tijd nu. Hè. Burgers zijn natuurlijk veel kritischer geworden. Burgers hebben veel meer toegang tot allerlei informatie via het internet. Men leest erover. Een nadeeltje daarbij is dat er natuurlijk ook heel veel onzin circuleert op het internet. En vanuit andere bronnen. Dus mensen worden natuurlijk aan het twijfelen gebracht. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat nu de twijfels die er zijn veel groter zijn dan vroeger. Omdat je de ruis erdoorheen, die was denk ik vroeger ook niet zo groot. En bovendien, mensen waren volgens mij vroeger ook wat gedweeiger, laat maar zo zeggen. En ze missen informatie. Denk je dat de regering een beetje laat begint met die informatie? Of nog niet begonnen? Kijk, we zijn nog niet begonnen met vaccineren. Dus ik kan niet zeggen dat het te laat is. Maar er moet wel nu begonnen gaan worden om mensen te informeren over de voordelen en de nadelen van vaccins. Zodat straks, wanneer het vaccineren werkelijk gaat beginnen, dat mensen een weloverwogen keus kunnen maken. En natuurlijk hopen wij dat het grootste deel van de mensen zal besluiten om zich wel te laten vaccineren. Want eerlijk gezegd overtreffen de voordelen van zo'n vaccins, in elk geval van deze vaccins die we nu hebben, voor zover nu bekend, die overtreffen de voordelen, overtreffen de nadelen eigenlijk heel groot. Okay. Het verschil is heel groot. De nadelen, ja, men hoort natuurlijk over een enkel geval
van iemand die dood is neergevallen na vaccinatie. Maar ook dat kan ruis zijn. Want om je een voorbeeld te geven, beide, zowel AstraZeneca als Pfizer, die hebben de studie op een gegeven moment de fase 3-studie stilgelegd, omdat er een zogenaamde complicatie was. In het ene geval van Pfizer was het zo dat iemand plotseling verlamd raakte nadat hij gevaccineerd was. Maar bij nader onderzoek blijkt het eigenlijk een probleem te zijn geweest dat helemaal niet met het vaccineren samenhing. Ja. In het tweede geval heeft AstraZeneca zijn fase 3-studies opgezet omdat er iemand overleden is. Dus dan is er natuurlijk paniek. Die is overleden kort na het vaccineren. Maar als je dus gaat kijken wat er daar aan de hand was, dan blijkt het iemand uit de controlegroep geweest te zijn. Ja. Dus die heeft het vaccin helemaal niet gehad, die overleden is. Dus het is niet als gevolg van het vaccin overleden. Oké, mooi. We pakken even een korte break, dan gaan we inzoomen op de twee fabrikanten van de twee bekendste vaccins. En welkom terug, Dr. Bien. De twee bekendste vaccins, natuurlijk zijn er meer fabrikanten die vaccins produceren, maar twee bekendste zijn Pfizer BioNTech ja. En AstraZeneca, die ja. werkt samen met de Oxford University. Ja, en ik zou Moderna ook willen noemen, want dat is ook dat is een van de twee vaccins die op dit moment goedgekeurd is. AstraZeneca heeft eigenlijk nog geen officiële goedkeuring, dat wordt rond medio februari verwacht. Maar dat zijn eigenlijk de drie vaccins die op dit moment in feite het meest bekend zijn. Toch is het zo dat als je dus kijkt naar de projectie van COVAX. COVAX is eigenlijk het, laat me zeggen, het, de vaccinatiepoot van de WHO. En COVAX die heeft verschillende werkarmen. En een van die werkarmen die heet CEPI. En dat is eigenlijk een denktank van wetenschappers, mensen. Die dus continu dat ding monitoren en die dus ook kijken welk vaccin kunnen we inzetten om onze wereldbevolking te gaan vaccineren. Ja. En dus wat de bevindingen van COVAX zijn erg belangrijk. En wat je dus ziet in de projectie van COVAX, als ik dat nu bekijk, dan zal met name dat AstraZeneca-vaccin, dat zal heel veel in de toekomst gebruikt gaan worden. Meer nog dan het vaccin van Pfizer en Moderna. En dat heeft een aantal redenen. Ja. De eerste reden is dat de vaccins van Pfizer en Moderna, dat zijn dus de genetische vaccins, om het maar zo even te noemen, die zijn relatief duur. Ja. Je moet zich voorstellen dat je hebt er twee nodig en twee prikken nodig. En bij Pfizer zal het rond de 12 tot 15 euro per prik kosten. Dus laten we zeggen, het nadert de 30 euro om twee keer een prik te krijgen met het Pfizer-vaccin. Moderna zal niet veel goedkoper zijn. AstraZeneca daarentegen heeft een vaccin die is op een andere lees geschoeid is. Dat is dat type vaccin waarvan ik dus vertelde dat er een onschuldig virus uitgerust is met het spike-antigeen. Ja. En dat schijnt ook, dat geeft ook een hele goede reactie. Dat is in een grote fase 3-studie is dat gezien. En je moet zich voorstellen, fase 3-studies, dat zijn studies die in de normale populatie gedaan worden bij 40, 50, 60.000 mensen. Dat is een fase 3-studie. En wanneer je dus, laat me zeggen, en dat wordt altijd vergeleken met een controlegroep. Die dus het vaccin niet krijgt, maar zout water, bij wijze van spreken. Ja. En achteraf wordt vergeleken van hoe verhouden die twee groepen zich tot elkaar. Hoeveel hebben er COVID gekregen en in welke groep waren ze. Dat vaccin van AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, dat schijnt ook heel goed te werken. Het is misschien, zal de 95% werkzaamheid niet benaderen, maar het zal nog altijd tussen de 85 en de 90% liggen. Maar het grote voordeel van het vaccin is dat het A goedkoop is. Je moet denken dat het zo rond de 4, 5 euro zal gaan kosten, wat de verwachting op dit moment is. En de logistiek is vele malen makkelijker. Want het vaccin van Pfizer en Moderna, dat zijn vaccins die diep gekoeld bewaard moeten worden. Ja. En die dus niet lang in de koelkast kunnen blijven liggen. Nu is wat dat betreft het vaccin van Moderna nog iets beter, want die kan 6 maanden bij min 20 graden nog bewaard worden. En die kan nog een maandje in de koelkast gehouden worden. Maar het vaccin van Pfizer bijvoorbeeld moet bij min 70 bewaard worden. Ja, ja. En is beperkt houdbaar in de koelkast. Nou, moet je nagaan in derde wereldlanden hoe je dat voor elkaar gaat krijgen.
En waarom heeft Suriname dan alvast voor Pfizer... Ik denk dat het was om de beschikbaarheid. Want Pfizer en Moderna zijn de eerste twee vaccins die goedgekeurd zijn. En die dus ook op de markt waren. Ja. Zie je, dus ik denk dat het een kwestie van beschikbaarheid was. Maar als je dus ook de COVAX-projectie ziet, dan zie je dat gaandeweg. En misschien zouden we dat aan de volgende slide kunnen zien. Gaandeweg eigenlijk de bijdrage van, dit is nog een slide eigenlijk waarbij ik wilde laten zien hoe dat spike-antigeen aan een menselijke cel hecht, maar dat zijn we al voorbij. Mag ik de volgende slide? Mag ik de volgende slide van u? De volgende. Ja, als je dus kijkt naar de projectie van COVAX, dan zie je dat de bijdrage het is waarschijnlijk niet zo goed leesbaar, maar die donkere balkjes en die lichtblauwe balkjes die u daar ziet, dat zijn eigenlijk allemaal vaccins van AstraZeneca in samenwerking met India, het Serum Instituut India, daar wordt ook mee samengewerkt. En van Novavax, het is wel goed te zien, zie ik. En vaccins van Johnson & Johnson. Dit is de projectie van COVAX, dus eigenlijk de officiële instantie voor bepaalt hoe dat zal gaan lopen. Ja. Ja? In de toekomst. En dit is een projectie in de loop van dit jaar. En wat u dan ziet, is dat de verwachting is dat aan het eind van dit jaar er ongeveer 2 miljard vaccins beschikbaar zullen zijn. Waarvan ongeveer 1,3 miljard beschikbaar zal zijn voor de 92 landen met de zwakste economieën. Dus AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson in combinatie met Janssen. Ja. Dat zijn de vaccins die waarschijnlijk in de toekomst, als ik deze projectie bekijk, de grootste rol zullen gaan spelen. Moderna en Pfizer zullen een bescheidenere rol gaan spelen. Overigens, in Europa is er op dit moment, men is hartstikke kwaad op AstraZeneca in Europa op dit moment. Waarom? Veel Europese landen die hebben ook tot de hoeksteen van hun vaccinatieprogramma dat AstraZeneca-vaccin gemaakt. Maar wat blijkt nu? AstraZeneca die heeft wat problemen met de productie en die heeft gezegd we kunnen eigenlijk dit jaar nog maar 40% of 50% leveren van wat we beloofd hebben. Mm. En vele landen zien zich nu, onder andere ook Nederland, voor problemen geplaatst omdat ze toch heel erg op dat AstraZeneca-vaccin hadden gerekend om hun vaccinatieprogramma rond te krijgen. Oké, en over landen gesproken, we gaan nu even naar een interview die wij hebben gehad met waar is die mevrouw weer? Even hoor, je gaat knippen. Oké. In andere landen, zoals Amerika, is men al begonnen met vaccineren, zoals Nederland ook. En we spraken met de microbioloog Asha Brunings over de situatie daar. Ik geloof dat we allemaal hetzelfde willen. Iedereen wil weer terug naar een normale samenleving waarin we buiten gewoon kunnen lopen en al onze vrienden brassas kunnen geven en waarmee we allemaal weer naar het werk kunnen. We willen allemaal hetzelfde. En naar mijn mening is het vaccin de snelste manier waarop we dat kunnen bereiken. Okay? En de veiligste manier. Dus, nou moet ik zeggen hier, en ik woon in Florida, en ze hebben hier al meer dan 700.000 vaccins gegeven. Wow. In Florida alleen al. Ja, hoe is de situatie daar? Dus met het vaccineren? Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je bent. Dus er zijn wat problemen met de distributie van het vaccin. Maar Florida is er heel, heel, heel erg aan toe. Eigenlijk de hele Verenigde Staten. 1 op de 1000 mensen in de VS is eraan dood gegaan. Ja. Eigenlijk 1 op de 900 mensen. Dus heel, heel erg. En het is nog niet eens afgelopen. Ja. Dus het hangt er een beetje van af. Dus als je dus een beetje op Boite woont, dan is het moeilijker om aan het vaccin te komen. Maar als je in een grote stad woont, is het een beetje makkelijker. Makkelijker, dat betekent niet dat het makkelijk is.
Er is een tekort aan vaccins, maar er worden elke dag worden er meer vaccins geleverd. En hier in Florida zijn ze dus begonnen met mensen boven de 65 en medisch personeel. En dan in de volgende fase gaan mensen dus die essentieel zijn voor de economie. Dus mensen die in het onderwijs zijn. Ik heb net gisteren gehoord dat ik volgende maand gevaccineerd word, want ik zit dus, ik ben dus docent. En dat wordt dus als essentieel personeel gezien. Omdat natuurlijk als je geen mensen meer kan opleiden, nou, dat is de economie van morgen. En dus we moeten zo gauw mogelijk weer terug naar school en naar de universiteit en naar het werk. Ik hoop dat tegen het eind van het jaar tenminste de helft van de wereldbevolking is gevaccineerd. Ja, we zijn toch echt wel meer dan 7 miljard mensen op aarde. Hè? Dat is een heleboel mensen en om ze allemaal te krijgen. En dan heb je natuurlijk mensen die geen vaccin willen. Ja, en dankjewel mevrouw Brunnings. Kevin Hadley sprak met haar. En ja, ze zei een paar markante dingen. Amerika is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld samen met India en Brazilië. En waar zij woont begint het al een beetje te lopen. Maar ze gaf ook aan dat eind dit jaar tenminste de helft zal zijn gevaccineerd van de wereldbevolking. Ik hoop het echt. Maar de projectie op dit moment vanuit COVAX is dat ze verwachten dat eind dit jaar, zoals het er nu gaat met de beschikbaarheid van vaccins en laat me zeggen de verdeelsleutel die toegepast moet worden, wordt er naar gestreefd om aan het eind van dit jaar minstens 20% van de bevolking van de landen die in dat COVAX-programma meedoen, dat zijn er 190, minstens 20% gevaccineerd, dus minstens. Mm-hmm. Dus het kan ook 50 zijn, maar het verschil tussen 20 en 50 is wel groot. Nu is het wel zo natuurlijk dat de rijkere landen, die kunnen eigenlijk zoveel vaccins inkopen, zoveel meer vaccins inkopen als de armere landen. En als je ziet hoe het nu bijvoorbeeld in Groot-Brittannië gaat, dat gaat razendsnel. Ja. Het gaat razendsnel in Amerika op dit moment ook, want men kan die vaccins inkopen. Trouwens, heel West-Europa gaat het snel op dit moment. In het ene land wat sneller dan in het andere land. Nederland loopt dat wat dat betreft behoorlijk op dit moment toch een stuk achter. Maar het is een trieste waarheid dat waarschijnlijk die rijkere landen eerder die status bereikt zullen hebben van groepsimmuniteit, dus dat 70-80% van de bevolking gevaccineerd is en immuun is voor het SARS-CoV-2-virus vergeleken met de armere landen. Okay. Maar over immuniteit gesproken, we zien dat het virus steeds evolueert. Zijn de vaccins wel bestand tegen als hij andere vormen aanneemt? Wat op dit moment bekend is, en dat is van Pfizer bekend, is dat de nieuwe Engelse variant, dat die met de antilichamen die het vaccin van Pfizer bij de populatie opwekt, dat die Britse variant daardoor ook gepakt wordt. Ja. Nu kennen we ook nog de Zuid-Afrikaanse variant, we kennen de Braziliaanse variant. Overigens is het leuk om te weten dat al die mutaties, dat zijn met name mutaties ook in die spike onderdelen. Hè? Dus okay. daar zit eigenlijk het venijn van het virus. Omdat die spikes steeds veranderen, is de hechting aan onze cel dat verandert steeds, waardoor de beest steeds eigenlijk een beetje tussen de mazen probeert te glippen als het ware. Daar zit dat hele ding in. Maar kunnen die soldaten zoals die eiwitten in ons bloed, kunnen ze het nog herkennen? Op dit moment wel. Op dit moment is dat wel de situatie. En hoe dat in de toekomst zal lopen, dat moeten wij nog bezien. Maar we zijn, wat dat betreft zijn we hoopvol. Waarom? Omdat je ons eigen immuunsysteem moet je natuurlijk ook niet onderschatten. Ja. He, nog los van vaccinatie hebben we ook een immuunsysteem dat actief eigenlijk meekijkt naar mutaties en actief ook antilichamen maakt. Dat is één. En twee, het voordeel van de nieuwe generatie vaccins, de genetische vaccins, dus van Pfizer en Moderna. Het grote voordeel daarvan is dat je een kapstok hebt op basis waarvan het vaccin gemaakt wordt. En dat kan heel snel veranderd worden. Dus stel nou dat er een mutant komt die zich onttrekt aan het vaccin dat ze nu hebben, dan kunnen ze binnen redelijk korte termijn dat aanpassen in het vaccin, dat het die specifieke mutant ook pakt. Dus qua steeds opnieuw maken van het vaccin hebben ze wel onder controle?
Nou, laat me zeggen, het is veel makkelijker dan vroeger vanwege de moderne technieken. Okay. Maar dat geldt met name voor de genetische vaccins. Mm-hmm. Dus Moderna en Pfizer. Dus mensen hoeven niet bang te zijn om zich te laten vaccineren? Ik denk niet dat mensen bang hoeven te zijn om maar zich te laten... Maar bijwerkingen zullen we wel zijn. Jawel, maar je moet het verschil maken tussen verschijnselen en bijwerkingen. Eigenlijk, wat bijwerkingen genoemd worden, daarvan denk ik dat ze eigenlijk meer verschijnselen die passen bij het vaccineren. Want als je pijn op de prikplaats een bijwerking noemt, dan noem ik het een verschijnsel. Als gevolg van het feit dat je dat vaccin hebt ingespoten. Ja, dat wekt natuurlijk een immuunreactie op. Dus je krijgt een zwelling die wat pijn kan doen. Hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn. Dat zijn zaken die eigenlijk bij veel vaccinaties ook gewoon voorkomen. Maar dat geeft ook aan dat het vaccin werkt. Ja. Je zou je zorgen moeten gaan maken als je die verschijnselen niet kreeg. Maar dan moet je je afvragen, werkt dat vaccin überhaupt wel? Zie je? Dus het feit dat deze reacties ontstaan, betekent dat het vaccin inderdaad een immuunreactie in ons lichaam oproept. Mm-hmm. En op zich is dat niet per se ongunstig. Natuurlijk is het zo dat er ook wel echte bijwerkingen zullen zijn. Op dit moment, ik weet nog van recent dat er in Noorwegen 9... oudere mensen, bejaarde mensen, zijn overleden kort nadat ze gevaccineerd waren. Maar als je dus ook weer naar die groep kijkt, dan bleken het hele broze bejaarden te zijn die al op omvallen stonden, bij wijze van spreken. En het vaccin heeft eigenlijk dat laatste setje gegeven dat hun immuunsysteem die boost niet aankon en die mensen zijn overleden. Waarschijnlijk zouden ze niet lang daarna ook zonder dat vaccin zijn overleden. En dit soort ruis maakt ook dat mensen bang worden, want als je hoort er zijn doden gevallen, dan moet je wel de achtergrond kennen van hoe dat is gegaan en om welke groep het specifiek gaat. Want soms is het ook gewoon heel logisch, toch? Ja. Dat sommige zaken plaatsvinden. Dus ik denk niet dat er grote angst hoeft te zijn voor het vaccin. De vaccins zijn veilig. Er zijn tot op dit moment geen ernstige bijwerkingen van geen van de vaccins die dus in de fase 3-studie hebben gepasseerd. Ja. Er zijn er geen ernstige bijwerkingen geconstateerd, althans niet op grote schaal. En niet direct, zaken die toe te wijzen zijn aan het specifiek gebruik van dat vaccin. Als u aan mij vraagt als ik dat vaccin zou nemen, dan zeg ik doen. Mm-hmm. Doen. En ja, die gezondheidszorg staat ook onder druk. Dus u als een van de frontliners, samen met uw collega's en de verpleegkundigen, gaan als eerste, zoals de regering heeft aangegeven, worden gevaccineerd. Ja, dat is ook logisch. Dat je dus de meest kwetsbaren eerst gaat vaccineren. Maar dat je ook het zorgpersoneel in de frontlinies gaat vaccineren. Om twee redenen. Die zijn, die werken veel met mensen die COVID-19 hebben, dus die zijn aan een extra risico blootgesteld, dat is één. En twee, als ze ziek worden en thuis in hun bedje moeten blijven, dat zijn de krachten in feite die je hard nodig hebt in de gezondheidszorg. Ja. Op dit ogenblik is het zo, in Suriname, ook in andere landen, dat de bottleneck soms niet eens meer zit in bijvoorbeeld IC-bedden. Mm-hmm. Er zijn IC-bedden, maar er is geen personeel. Ja. Om iemand in dat bedje te leggen, dat die ook nog eigenlijk behandeld wordt. Ja. Zorg krijgt. Ja, ja. Dus het is een hele logische keuze dat je de kwetsbaren, dat zijn dus de mensen, de wat oudere mensen, mensen die iets onder de leden hebben, 60-plussers worden genoemd, en de mensen die werken in de zorg, dat je daar eerst begint te vaccineren en van daaruit eigenlijk de rest van de populatie. Okay. Dank u wel, dokter Bien. En dat was dokter Jimmy Bean, KNO-arts in zowel het Slans Hospitaal als het Diakonessenhuis. En hij is echt verdiept in hoe het stukje van vaccineren werkt en natuurlijk de vaccins. Natuurlijk, zoals hij dat aangeeft, hij is deskundig genoeg om dat te kunnen zeggen. Het vaccin is veilig. Eigenlijk, als we uit deze crisis willen komen, zullen we ons moeten laten vaccineren. Maar natuurlijk, mensen zijn terecht bang, geeft hij ook aan, omdat waarschijnlijk die informatie die op het internet ze hebben, beschikking tot een heleboel informatie, met name op het internet, maar staat ook een heleboel, zo te zeggen, troep op het internet. En mensen moeten de keuze kunnen maken. Het ligt aan de regering om natuurlijk die mensen de juiste informatie te geven. Dit was het dan voor deze nieuwe aflevering van Under the Loop. Ik groet u en tot de volgende keer. Dag.